gaan beginnen met één worteltje. We gaan de schil daarvan verwijderen. Gaan we onze cashews erbij nemen. Want deze gaan eigenlijk de basis vormen voor onze vegan saus. Ik neem daar 70 gram van. Onze worteltjes die mogen daarbij. En dan gaan we die beide koken. Dus gaan we daar een beetje water aan toevoegen. We gaan aan de kook brengen. Zodra het kookt, mag het vuur een beetje lager. Ondertussen zorg ik voor de pasta. Die gaan we maken van courgettes. Een lekkere courgette. Die gaan we doen met een spiraalsnijder. Zo, mooie spaghetti van courgettes gaan wij in een ovenschoteltje leggen. We gaan die heel even in de oven zetten. En dat is eigenlijk vooral omdat we willen dat dat nog wat vocht verliest. Daar mag een klein beetje zout over. En een mini likje olijfolie. Zo. Voilà, dat mag in de oven voor ongeveer 10 minuutjes op 160 graden. Zo, dat vuurtje mag een beetje lager, dat mag ongeveer 30 minuutjes opstaan. Maar ik wil behalve onze courgette, wil ik ook nog gewone pasta gebruiken. Ik kies deze keer voor speldpasta, een beetje een ouder graan. Dus we gaan eigenlijk een mix maken van de twee. Stel nu dat je zegt van ik wil het echt wel laag in koolhydraten houden, dan kan dat ook gewoon met courgette natuurlijk. Hè. Ongeveer 100 gram speldpasta en die mag garen. Hè. Zo, onze pasta die mag ongeveer 8 minuutjes koken. En dan zijn onze cashews en de worteltjes klaar. Die mogen al in de blender. Dat gaat de basis van onze saus worden. Wat gaan we erbij doen voor die kazige smaak te geven? Ga ik edelgist gebruiken. Ongeveer 4 eetlepels zout. We gaan nog een beetje op smaak brengen. Daar mag een theelepeltje van bij. We gaan daar een half theelepeltje lookpoeder bij doen. Wat mag daar nog bij? Een beetje nootmuskaat. Dat mag gewoon een snuifje zijn. En nog een likje olijfolie. Kunnen we straks nog een beetje voorbij doen. Voor zo'n beetje de romige textuur er wat in te krijgen. Hè. En dan gaan we blenden. En ondertussen gaat onze pasta ook klaar zijn. En dan is het een kwestie van alles gewoon samen te doen. Hebben we onze courgette nog in de oven zitten. Courgette meets spaghetti. Mag onze saus daarbij. Mooi door elkaar mengen. En omdat ik het natuurlijk extra gezond wil maken, gaan we er nog extra groentjes aan toevoegen. Ik experimenteer met een aantal verschillende dingen, maar een van mijn favorietjes is broccoli. Of iets anders. Hè. Je kunt er uiteindelijk eender wat van groentjes nog bijvoegen. En die een beetje fijner maken. Dus het is hier niet met speksjes en zo er nog bovenop. Het is hier met extra groentjes er bovenop. Gaan we nog heel even afkruiden met peper, een beetje zout en nog een beetje verse kruiden. Een beetje platte peterselie. Zo, dit is hem. Onze vegan mac and cheese aangevuld met nog extra groentjes. Geniet van mijn healthy pleasures.